Zo Ian, kun jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Ian, ik ben 30 jaar, ik ben nog maar recent getrouwd en ik ben papa van 2 kindjes. Amai, super. Dank u wel. En op welke leeftijd ben jij beginnen te vissen? Volgens de meeste vissers gaat dat eigenlijk redelijk laat zijn, maar ik ben pas beginnen vissen als ik 27 jaar was, dus dat is ongeveer 3 jaar geleden. Oké. En van waar ontstond die interesse ineens? Van waar die inspiratie plotseling? Ik had vooral naar heel veel video's gekeken over vissen en ja, dat sprak mij zo hard aan dat ik mij eigenlijk direct een hengel gekocht heb en dat beginnen uitproberen ben. Mooi. En wat vind je er zo leuk aan? Wat vind je zo... Het leukste aan vissen, aan eigenlijk alle soorten vissen, is de rust die je erin vindt. En het avontuur die je kunt meemaken. Hè. Je weet nooit wat je weet wel ongeveer op wat je vist, maar je weet nooit, ga ik iets vangen, gaat het een grote vis zijn? Ja, het onbekende een beetje. Ja, ik begrijp het. Ik zeg altijd het mysterie. Ja, het mysterie, ja. Het mysterie van wat zit hier allemaal op de water? Ja, zo kun je het wel omschrijven. Zeg Ian, welke bijzondere ervaringen, of misschien anders gezegd, welke bijzondere vangst is u bijgebleven? Dat is mijn eerste vangst eigenlijk. Dat was in Gent onder Brugge. Ja, mensen die van Gent zijn dat wel kennen, dat is de Dampoort. Daar was ik met een hardbeet aan het vissen en dan heb ik mijn eerste snoekbaars gevangen. En ja, dat gaat mij steeds bijblijven, want ik had echt niet het gevoel dat ik wist wat ik aan het doen was. En opeens was er zo'n zwiep aan mijn hengel dat ik dacht van hoe was dat hier? En ja, toen ik hem boven haalde was ik zo gelukkig. Dat moment dat ik hoe dat mij toevoelde, dat ga ik eigenlijk niet snel vergeten. Je mocht zeggen, echt een moment van euforie? Ja. Vooral omdat het was ook al meerdere malen dat ik geprobeerd had en niks gevangen had. En ja, het gevoel dat ik toen kreeg van yes, eindelijk mijn eerste vis, dat ga ik niet op vergeten. Zeg, waren er ook de nodige kreten en nodige sprongen bij of zit je zover niet gegaan? Zover ben ik niet gegaan, maar ik heb toch wel direct een foto getrokken en naar mijn vriendin doorgestuurd van kijk, ik heb nu toch eindelijk een vis gevangen. Zo Ian, wat zijn tot dusver jouw bevindingen over het YouTube-kanaal van Scooterfishing? Ik volg Scooterfishing al 3 jaar. Ik heb ook al verschillende keren met hem samengevist. Dat is echt heel tof. Ik heb al heel veel van hem bijgeleerd. Dus vergeet zeker niet te abonneren en te delen. En zeker ook alle video's te liken.